Het lukt de stichting buurtorganisatie Latour, Sibula, nog om het hoofd boven water te houden. Het is heel moeilijk in deze tijd, maar het lukt met de nodige inzet, zegt Sibula-coördinator Wilgo Koster. Er wordt volgens Koster voortdurend gekeken naar alternatieven om mensen te accommoderen, ondanks de strijd tegen de coronapandemie. Eigenlijk vanaf een COVID intrede heeft gedaan, hebben wij onze activiteiten aangepast. Tijdens de lockdown moest je sowieso sluiten. En natuurlijk, tijdens de maatregelen zijn er activiteiten die je dus niet hebt kunnen uitvoeren. Hetgeen betekent ook voor jou als organisatie dat je een inkomstenbron aan inkomstenbronderving doet. Helaas moet ik eerlijk toegeven dat we geen subsidie hebben gekregen. Ik weet niet als men weet dat er nog buurtorganisaties zijn. Die zich ook hebben aangemeld voor subsidie, maar goed, hebben we dat niet gekregen. Wat wel is gebeurd met Sibula is dat wij rustig in klein verband toch nog activiteiten hebben ontplooid. Omdat wij steeds als buurtorganisatie hebben gewezen op de maatregelen zijn heel goed. COVID is er, we ervaren dat. Maar welke andere alternatieven heb je voor mensen? En we hebben gezien wat er is gebeurd met al die maatregelen, met al die lockdowns, met al die dingen die niet moeten. Ga maar na. We krijgen heel veel lelijke situaties. Koster stelt dat Sibula toch activiteiten heeft kunnen organiseren onder strenge naleving van de COVID-19-protocollen. Hierdoor heeft de buurtorganisatie toch nog inkomsten kunnen hebben. Koster zegt dat de organisatie voor de rest op reserves draait, gezien de inkomsten aanzienlijk minder zijn geworden. Gelukkig zeggen we, er is altijd een heer die naar ons kijkt. En we hebben vanuit een andere invalshoek toch nog wat medewerking, waardoor we dus nog door kunnen draaien. Hetzelfde dat er hier gebeurt, gebeurt ook in andere buurten. Dat is informatie die wij ook hebben. Dus we mogen zeggen dat we ons gaan moeten aanpassen met COVID. We komen er niet onderuit. We moeten gaan kijken naar andere mogelijkheden. Dat is wat we aan het doen zijn. Hoe zit het met de sportactiviteiten die dus regulier hier plaatsvonden? Oké, met de verruiming van de lockdown tijd kunnen de heren weer komen voetballen. We proberen weer dat op gang te brengen. We proberen dat natuurlijk weer op gang te brengen. Maar voetbal is sowieso één. Dat loopt ook al vlot. De karateschool van ons is weer bezig. De schakers zijn weer bezig. De basketballers komen mondjesmaat naar binnen weer. Omdat je dus ook nog rekening moet houden met ben je gevaccineerd of niet. Hoe groot is die groepsterkte en dat soort dingen. Koster zegt dat naast de sportactiviteiten nu weer cursussen verzorgd worden. De zang- en theateractiviteiten moeten ook weer beginnen te lopen. Koster stelt dat hij best tevreden is met de bijdrage die de samenleving levert in het proces om de organisatie levendig te houden.